Welkom terug in de studio. U zag daarnet in deel 1 een stevig debat. We gaan daar nu verder over spreken. Hier in de studio Rizus Heijsa over aparte zwemuren voor dames in een nieuw Brussels zwembad. Flow heet dat, een openluchtzwembad. En ook kritiek op het feit dat daar een burkini mag gedragen worden. Dat is een soort wetsuit die het hele lichaam bedekt. Bij ons Vlaams parlement zit voor de Brusselse N-VA Karel van Lauwe. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Lauwe, er zijn twee kwesties die hier opgeworpen worden. Dat is enerzijds het aparte zwemuurtje en anderzijds die burkini. Ik wil het eerst even over die burkini hebben. Je zou kunnen zeggen, je hoort ook de minister erover, als die dames zich daar comfortabeler bij voelen, goed, dan is dat maar zo. We hoeven daar geen aanstoot aan te nemen. Wel, ik denk dat we daar wel degelijk aanstoot aan moeten nemen. Dat is eigenlijk een religieus kledingvoorschrift. Wat hier nog opvallender is, is dat die burkini ter beschikking wordt gesteld. Men kan aan de ingang van het zwembad, door de VZW die dus de uitbating op zich neemt, men kan daar dus een burkini krijgen. En je zit dan natuurlijk eigenlijk een religie die gaat bepalen wat je kan dragen, wat je niet mag dragen. Wat vrouwen moeten dragen, wat vrouwen niet moeten dragen. En dan denk ik dat we daar toch rekening mee moeten houden. Een burkini is bijvoorbeeld in bepaalde islamitische landen verboden, maar hier zien we dat meer en meer. Ik blijf erbij, het is niet zomaar om vrouwen die enige schaamte vertonen. Het is toch wel degelijk een religie die bepaalt op welke manier vrouwen kunnen en moeten gaan zwemmen. En dit voor een nieuw zwembad. Ik wil toch eens benadrukken, het is positief dat er een openluchtzwembad komt. Eigenlijk al vele jaren zijn Brusselaars vragende partij voor een openluchtzwembad. Maar dan betreur ik eigenlijk wel dat dit zo ondergesneeuwd raakt, in die zin dat er kledingvoorschriften zijn, dat men die burkinis toelaat, dat men tegelijkertijd dat ter beschikking stelt van inderdaad bepaalde dames. Iedereen moet zich goed kunnen voelen, iedereen moet zich vrij kunnen voelen, maar ik vind het toch wel moeilijk, ik heb het daar bijzonder moeilijk mee, wanneer een religie gaat bepalen wat kan en wat niet kan. Ja, die kwestie kan je bekijken als een identitair debat in de plaats van de islam in onze samenleving. Je kan het ook juridisch bekijken, wat alvast dat betreft, verwijst de minister naar een arrest in Gent 2018, waar de rechter oordeelde dat het verbieden van de burkini discriminerend is. En overigens zou ook die hygiëne geen argument zijn volgens het agentschap voor zorg. Goed, dat zijn de strikte feiten. Op dat vlak valt er alvast wel weinig tegen in te brengen dan. Wel, ik wil daar toch iets tegen inbrengen, omdat bijvoorbeeld in Antwerpen is er ook een burkini-verbod. En daar is er gedurende 8 jaar juridisch gevecht gevoerd om dat burkini-verbod ongedaan te krijgen. Dus er is rechtspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen die zegt dat het burkini-verbod wel degelijk geldig is. Daar kunnen bepaalde uitzonderingen op gemaakt worden, maar wanneer inderdaad de minister verwijst naar rechtspraak in Antwerpen, kan ik evengoed verwijzen naar rechtspraak die er is uitgesproken door het Hof van Beroep in Antwerpen. Er is dus nog absoluut geen duidelijke lijn. Maar ik blijf erbij, het gaat hier over een fundamentele discussie over onze normen en waarden. Onze vrijheden, waarvoor wij eigenlijk gedurende vele jaren gestreden hebben. We hebben gedurende jaren bijna moeten strijden tegen een bepaalde dominantie van de kerk. En dan zie ik nu eigenlijk een verstikking die door een andere religie wordt opgelegd. En wij moeten blijven gaan om die waarden, die normen, die vrijheden die wij bekomen hebben, om die eigenlijk voortdurend dag op dag, telkens opnieuw juridisch of niet juridisch, om die eigenlijk als elementen die we verworven hebben en die we niet mogen laten gaan. We mogen eigenlijk daar geen duimbreed om toegeven. En ook als die dames niet meteen hun geloof gaan afleggen, wat dus als gevolg zal hebben dat zij niet zullen gaan of kunnen gaan zwemmen? Ja, het is natuurlijk een bepaalde keuze die je maakt. Een zwembad is openbaar en voor iedereen. Maar je laat ook niet zomaar toe dat iemand naakt zou gaan zwemmen in een publiek zwembad. Hier is het zo dat de Vlaamse overheid 140.000 euro voorzien heeft. Naast de Vlaamse gemeenschapscommissie, de VGC, die 100.000 euro voorzien heeft uit Brussels gewest. En het is een VZW die dan bepaalde
mogelijkheden voorziet, zoals die burkini, het ter beschikking stellen van burkini. En dan denk ik, wie betaalt, bepaalt ook. Daarom was het uitdrukkelijk mijn oproep aan de minister, ga in dialoog met die VZW. Leg bijvoorbeeld een bepaalde dresscode op, dat in vele zwembaden geldt. Dat kan je hier ook perfect doen, maar blijkbaar heeft men nagelaten om afspraken te maken, om een soort reglement, om dus een dresscode op te leggen. Wanneer men dat had gedaan, had men die hele polemiek, die hele discussie kunnen voorkomen en dan wist iedereen op voorhand wat kon en wat niet kon. Nu zullen er mensen inderdaad zijn die ook wel niet zullen komen, zullen er andere mensen zijn die misschien wel zullen komen, maar ik blijf erbij, we hebben bepaalde vrijheden, we moeten daar dag op dag voor blijven vechten, zodat wij dat kunnen behouden hier in ons land en zeker in Brussel. Een tweede polemiek dan is dan dat er een apart zwemuurtje is voorzien voor dames en meisjes zaterdag tijdens het weekend. Het gaat over één uurtje. Die polemiek is, laten we zeggen, minder heftig en identitair dan die over de burkini. Maar ook hier ja, merk je wel wat verbazing, want dat bestaat wel in nog wat zwembaden. Waar men de voorbeelden geeft van Maasmechelen, Evergem, Antwerpen. En zo meer. Daar zou je nog kunnen zeggen van, goed, ja, als dames van alle slag graag eens een uurtje samenzwemmen zonder de mannen, wat is daar mis mee? Wel, daar is inderdaad ook bepaalde rechtspraak over. Die zegt dat dit moet kunnen. Dat is ook geleidelijk aangegroeid, waar men bijvoorbeeld zei, ja, er zijn kinderen die afzonderlijk moeten zwemmen. Er zijn echte zwemmers die baantjes willen zwemmen. Er is een zwembad waar dan inderdaad meer gespeeld kan worden. En men heeft op die manier eigenlijk een andere mogelijkheid van zwemmen of van ontspanning voorzien. En in dat opzicht is er inderdaad ook een mogelijkheid, juridisch ook afgedwongen, dat er voor dames ook afzonderlijke zwemuren. Ik heb daar ook mijn bedenkingen bij wanneer dat ingegeven is door een bepaalde religie die dat wenst af te dwingen. Maar ik denk dat er toch wel een fundamenteel verschil is tussen dat debat, waar er ook juridische beslissingen over bestaan, en anderzijds het debat over de burkini en het ter beschikking stellen van de burkini, die ongetwijfeld enkel en alleen te maken heeft met bepaalde religieuze voorschriften waar dat we ons tegen moeten durven en blijven verzetten. Het hoofddoekendebat is deze dagen weer helemaal terug geweest, van nooit echt weg geweest. Er is regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Kansen, Hissan Aouash. Die verklaard heeft in een interview, en dat ging dan over het dragen, al dan niet dragen van een hoofddoek, dat de discussie vandaag de dag in dit divers land niet meer gaat over de scheiding tussen kerk en staat, maar hoe we moeten omgaan met veranderende demografie. Daar is al uitvoerig en fors op gereageerd, ook door uw partij. Ja, dat klopt inderdaad. Die uitspraak is natuurlijk totaal onbegrijpelijk in een land zoals ons land, waarbij men inderdaad eigenlijk de normen voortdurend probeert te verleggen, waarbij men inderdaad evolueert en men zegt, ja, een bepaalde demografie moet ervoor zorgen dat onze normen en waarden, waar ik daar straks al naar verwezen heb, evolueren, veranderen. Wij moeten dat eigenlijk opgeven, die normen en waarden. En daarom vind ik het onbegrijpelijk dat dit voor sommigen niet als een probleem wordt aanzien. Ik zie dat daadwerkelijk als een probleem. Ik zei het daar straks, er is een bepaalde dominantie van de kerk geweest in onze samenleving. De kerk die bepaalde wat kon, wat niet kon. Wat dames mochten, wat heren mochten. Dat waren ook kerken waar dames en heren aan verschillende kanten of waar vrouwen achteraan in de kerk moeten zitten. Wij hebben daartegen gestreden. En nu zien we inderdaad een andere religie die bepaalde elementen probeert op te leggen. Wat mogen we eten? Wat moeten vrouwen dragen? Alcohol mag niet gedronken worden. Afzonderlijke zwemuren, kledingvoorschriften, een hoofddoek en dergelijke meer. En dat is een bepaalde verstikking die wordt opgelegd. En we kunnen natuurlijk niet gedurende 100 jaar vechten tegen de dominantie van een bepaalde religie om nadien de verstikking van een andere religie te omarmen. Dat is iets fundamenteel. We hebben gevochten voor rechten, vrijheden, waarden en normen. En dat mogen we niet zomaar opgeven in onze samenleving. Ja. En daarom vind ik het ook onbegrijpelijk hoe dat de Vivaldi-regering op federaal niveau een dame aanduidt met dergelijke ideeën.
die inderdaad volledig door haar religie gedomineerd is. Ik heb het daar bijzonder moeilijk mee. Ik stel vast dat daar meerdere partijen zijn die het bijzonder moeilijk hebben. Maar dit gaat echt over de fundamenten van onze westerse samenleving met onze normen, waarden en vrijheden. Om het meteen maar even concreet te maken, er is in Gent binnenkort in 2022 is er een wissel in het Schepencollege. Er zal een jonge dame plaatsnemen als schepen die een hoofddoek draagt. Anneleen van Bossuyt van de Gentse N-VA stelt daar vragen bij. Kan dat wel iemand met een hoofddoek in het college? Ik kopieer de kwestie gewoon even naar Brussel. Zou het voor u kunnen? Ik heb het dan over stad Brussel. Schepen met een hoofddoek? Of zegt u ook, ja, dat kan eigenlijk niet? Wel, wat mij betreft, ik herinner mij nog zeer goed de discussie waarbij kruisbeelden uit openbare gebouwen moesten weggehaald worden. Ik verwijs naar inderdaad gemeentehuizen, stadhuis, rechtbanken, openbare gebouwen. En toen vond een bepaald deel van de samenleving dat dit niet thuis hoorde in deze samenleving. Maar ondertussen, men heeft die deur toegedaan, maar ondertussen opent men een achterdeur waar men eigenlijk andere religieuze symbolen niet of minder problematisch vindt. Dus ik denk, neutraliteit is een van die normen en waarden die voor ons dermate van belang is. Ik heb ook een bepaalde politieke overtuiging die ik uiteraard altijd wens te verkondigen, maar een religieuze overtuiging die je als bestuurder wenst op te leggen of die je voortdurend uitdraagt, is inderdaad problematisch en is geen teken van een neutrale overheid. Dat geldt voor loketfuncties, maar wat mij betreft geldt dat inderdaad ook voor mensen zoals die regeringscommissaris, een schepen of een minister. Wij denken dat je inderdaad, je moet die minister of die schepen of die burgemeester zijn van iedereen, ongeacht religie, overtuiging, afkomst en wat dan ook. Neutraliteit moet het basisprincipe zijn van onze samenleving. En ja, dat geldt dus ook voor dat zwembad. Oké, voor deze toelichting bij de aparte zwemmuurtjes en de burkini in het nieuw klein Brussels openlucht zwembad. Karel van Lauwe, zeer bedankt. Dank u.